Ja, je kijkt naar lof der geneeskunst. We gaan het hebben over de zorg van de toekomst. Maar Marion, ik wil jou eerst nog vragen. Jij wil een waarschuwingssysteem maken voor volgende pandemieën. Dat is toch een beetje hoop in bange dagen, toch? Ja, zeker. Heel kort, hoe werkt dat? Nou, daar zitten, als je terugkijkt naar grote uitbraken en pandemieën, dan zit achteraf, zeg je, nou, misschien hadden we het een beetje kunnen zien aankomen. Dat betekent dus ook dat je kijkt, waar gebeurt dat nou? Waar zijn nou die interacties bijvoorbeeld tussen mensen en dieren, waar komt dat het meest in de knel? Zou je daar misschien bijvoorbeeld rioolwater surveillance kunnen opzetten met methoden waarbij je, ook als je niet weet wat het is, gewoon kunt kijken wat zit daar allemaal. Dus je gaat heel breed testen, er zijn nog geen klachten en dan maar kijken wat vind ik. Maar dus echt op grond van slim naar alle mogelijke gegevens die er ook zijn kijken, zeggen van daar moeten we onze thermometer in stoppen, want als er wat gebeurt, is het misschien daar, zodat we gewoon veel vroeger zijn met het oppikken van iets dergelijks. Ja. Ja. Okay. Over de toekomst van de zorg wilden we het hebben. Diederik, wat moet er structureel veranderen naar aanleiding van deze pandemie? Nou, wat Ernst ook al gezegd heeft, we moeten veel meer gaan samenwerken. We hebben nu gezien ons kraptemodel. En eigenlijk moeten we proberen dat flexibeler te gaan inzetten. En ik denk dat, nou, dat hebben we nu al, denk ik, al hele mooie stappen gezet. Maar we moeten echt de hele capaciteit in Nederland, want Nederland is eigenlijk een ontzettend klein landje. En daar moeten we eigenlijk efficiënt mee omgaan. En, je zegt niet de capaciteit moet drastisch vergroot worden, bijvoorbeeld op de IC. Nee, want er is niks zo erg dat als wij straks IC-bedden hebben en allerlei personeel opgeleid en er zijn geen patiënten, dan verveel je dood. Dat hou je niet lang vol. Nu hebben we prachtig werk. Dat hebben we in heel Nederland mogen laten zien. We hebben ook echt heel mooi werk. Maar het is alleen maar mooi in ons geval als er patiënten liggen. Niet als we niks te doen hebben. En als je groot zo mag dromen, wat zou er anders moeten? Nou ja, qua zorg? Nou, ik hoop heel erg dat we. Kijk, wat we nu merken is dat we te weinig verpleegkundigen hebben. En toen wij 30, 40 jaar geleden de IC hebben ingericht, hadden we heel veel verpleegkundigen en weinig dokters. En nu hebben we meer dokters en weinig verpleegkundigen. En ik hoop eigenlijk met Delft en de innovatie en data, dat we eigenlijk het inzetten van, we hebben heel veel mooie innovatieve projecten, dat dat ons kan helpen om die zorg anders te gaan doen. En uiteindelijk dat we minder mensen nodig hebben. Maar niet zozeer omdat we minder mensen nodig hebben, maar dat die mensen die er zijn echt empathische zorg kan leveren. Dus echt daar zijn voor die patiënten, het gesprek aangaan met die familie. Maar dat nog meer optimaliseren. Dat hebben we eigenlijk een beetje laten liggen, denk ik. We waren een beetje lui geworden, denk ik, de laatste 10 jaar. Ernst, jullie hebben een nieuw gebouw hier. Pas in gebruik genomen, een paar jaar geleden. 2 jaar geleden. Als je het opnieuw had mogen uittekenen, hoe had het er idealiter uitgezien met de ervaring van nu? Ja? Nou, nee, maar het aardige is, daar is van tevoren ontzettend lang over nagedacht. Van hoe zou je dat nou moeten doen? En is het gebouw echt anders gemaakt in de zin van ziekenhuizen worden eigenlijk al meer dan 100 jaar gemaakt. Helemaal ingedeeld per medisch specialisme. En mensen kennen dat ook. Ik ga naar de polykliniek chirurgie of ik moet opgenomen worden op de afdeling cardiologie. En wat we hier gedaan hebben is veel meer kijken vanuit het hele patiëntperspectief. Maar dus specialisme wat dat betreft loslaten en bij elkaar brengen. En daarmee maak je het flexibeler. En even in aansluiting op wat Marion en Diederik zeggen. De vraag in de zorg gaat ieder jaar enorm omhoog. En dat kost ontzettend veel geld. Het is heel erg arbeidsintensief. Terwijl we nog steeds gericht zijn op het opvangen van een klacht in plaats van veel meer vroegdetectie en preventie. En dat is een reden geweest dat je nou echt naar de toekomst kijkt om te zeggen, als we structureel iets anders willen doen in de gezondheidszorg, dan hebben we de expertise nodig van een economie en een rechtenfaculteit en alle andere kennis die er in de Erasmus Universiteit zit. En van alle faculteiten in Delft, van een bouwkunde en een industrieel ontwerp, maar ook van een lucht- en ruimtevaarttechniek. En dat is de reden geweest dat die 3 instellingen gezegd hebben, wij gaan hierin wat wij noemen convergentie. Wij brengen onze krachten bij elkaar om echt te zorgen dat we de grote uitdagingen, toekomst van zorg, maar ook klimaat en energietransitie en andere dingen, gezamenlijk aangaan. Kan je daar een concreet voorbeeld dan van geven? Van wat zou dan een onderzoeksvraag zijn waar je mee zit? Oh, ik kan er ontzettend veel noemen. Doe maar ik blijf maar even bij ditzelfde onderwerp dan. Als wij gaan naar in de verandering van het klimaat, en alle mensen zien dat, afgelopen zomer hebben we weer langdurig heel warm en heel droog. Dat betekent voor mensen vanuit Delft,
weg- en waterbouw en andere expertise, dat ze nadenken over hoe moeten we nou in de toekomst onze waterhuishouding anders doen. En onze bouwprojecten anders doen. Hè? Ik wijs naar mijn achterbuurman. Haak in, maar, hoor, Dick. Maar als je dat doet en je denkt bijvoorbeeld na over grote wateropslag, dan zal Marion en haar collega's steken gelijk de vinger op en zeggen, maar let wel, als dan tegelijkertijd de temperatuur verandert, dan betekent dat wat voor de risico's die wij lopen in termen van een volgende pandemie. Dus Dick en Marion moeten samen nadenken over hoe je dat nou voor de toekomst doet. Als maar één voorbeeld. Dick? Ja, ik vind de samenwerking die nu heel sterk op de agenda staat, waar we heel hard aan werken, ja, is ontzettend nodig. Hè? Om een ander voorbeeld te noemen waar ik bij betrokken ben. Het probleem van stedelijke ongelijkheid. Hè? Ik had het net even over Mumbai, maar het is in Rotterdam ook een pregnant probleem. En daar zitten zoveel aspecten aan. Hè? Gezondheid. Economie natuurlijk, hè? De armoede. Maar ook educatie, maar ook hoe woon je. Hè? En hoe gezond is de woning? Het hele verhaal van de energietransitie. En hoe gaan we die met elkaar doormaken? En hoe kunnen mensen met lage inkomens dat proces volgen? Nou, het is zo complex. Dat kunnen we alleen met Delft, Erasmus Universiteit en het Medisch Centrum aanpakken. Ja, veel uitdagingen. Ja, en het is natuurlijk nu nog veel sterker geworden door de pandemie. Want we zien over de hele wereld dat de ongelijkheid daardoor nog zichtbaarder wordt.